Deze aflevering van Praten met Dalsen is mede mogelijk gemaakt door Salon Rita in Oud-Leusen. Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor pedicure, manicure en massage. Ik zit hier in het historisch centrum van de historische kring Dalsen. Die zit hier in dit historisch centrum. Ik was er nog nooit geweest. En ik ben heel blij dat je bent met ook een historisch man uit de gemeente. In die zin een man die heel veel weet van de historie, die ook heel veel metmaakt hier in de gemeente, dus Jan Roosink. Hartelijk dank dat je me hier hebt uitgenodigd. Ik vind het heel fijn om ook eens op locatie te komen, want je bent heel actief hier. Met name als coördinator van het foto- en beeldarchief, zeg ik maar even in mijn eigen woorden. Ja. En de hele decor hier past er natuurlijk helemaal prima bij. Jan, dankjewel dat je me hier hebt uitgenodigd, of dat ik hier mag komen. Ik heb mezelf uitgenodigd, maar ik zei Jan, ik wil graag even met u praten. Ik ben ook blij dat ik het in dialect kan praten met elkaar. We moesten in het verleden ook bij het Nederlands praten, daar heb ik ook niks mis mee. Maar Jan, vertel eens, waar ben je geboren? Ik ben geboren in de gemeente Amtsommen. Zo? Ja. Dan moet je al heel oud zijn. Dat ben ik ook. Ik ben van 17 maart 1938. 38? Nou, net even voor de oorlog kwam ik ter wereld. Ja. Aan de Kloosterdijk in Beerseveld. Beerseveld? Beerseveld. En dat lag net, de Kloosterdijk lag net op de grens van Ommen en Hardenberg. Nou ja, dus dat werd inwoners van de gemeente Ommen. Dus eventjes voor de geschiedschrijving, de Amtsommen. Ja. Dat was een andere grens dan de huidige gemeentegrens van Ommen. Ja, was een andere grens. Die liep dus verder. Ja, ja. Later is dat veranderd in. En het is die grens dus gewijzigd en is Hardenberg. Want Beerseveld valt nou. Beerseveld valt nu nog wel onder Ommen, maar die grens is wel verlopen. Ja. Ja. En in Beerseveld, 1938, daar woonde de familie Roosink. Ja. Met zoon Jan. Nog meer kinderen? Ja, mijn ouders, die ben in 1923, juni 1923 getrouwd. En ik heb daar dus, ik was de jongste, mijn broer is 1924. Ik had een zuster van 1930, een zuster van 32. En toen kwam ik in 1938. Dus 6 personen gezin. Wat ik wel altijd, wat mij altijd bijgebleven is, dat toen mijn ouders trouwden, kreeg mijn moeder van haar ouders een bruidskoe mee. Een bruidskoe? Bruidskoe. Dat was het wat is dat? Cadeau, het geschenk wat zij meekreeg. En dat was in die tijd natuurlijk wel een mooie prijs. Vertel hem, dus 1923 heet het over, hè? Ja. Dus dan trouwt uw vader met uw moe. Ja. Was de vader van je moeder, zeg maar de ouders, waren ook boer of ja. Gold een bruidskoe ook voor burgers? Nee, dat denk niet dat het voor burgers gold. De ouders van mijn moeder waren boer, van mijn vader niet. Nee. Maar mijn moeder had er blijkbaar recht op, omdat dat... Dat was gebruikelijk. Gebruikelijk daar in de familie, ja. In die familie of in de streek? Hoe was nou dat? Ja, de streek denk ik. Ik denk dat het alleen in de familie Meijerings, wat mijn moeder en meisjesnaam was, dat het alleen in de familie Meijerings. Want ben, dus uw moe bracht een koe mee? Ja, bracht een koe mee. Dat betekent dat uw vaar en moe ook een boerderijtje hadden? Een boer? Kleinschalige boerderij hadden ze met een aantal koeien. Ja. Wat ik er dan nog mee van herinner, maar mijn vader, durf ik wel te zeggen, was eigenlijk niet een boer in hart en nieren. Die had meer op met het werk op de coöperatie, zoals ze dat... Die werking op de landbouwvereniging? Ja, op de landbouwvereniging. Hij in Beerseveld ook? Hij is begonnen op de Mariberg, op de Ballen. De Ballen stond daar en we zaten met zijn been. De directeur was Wijman. Wijman? Wijman, ja. Hij had Willem Wijman. Ik deed de administratie en mijn vader deed dus het werk op de Mullen. Echt op de Mullen? Ja, met zijn been. Ja. Die, hoe vaar die maan echt zelf?
Ja. Het aangeleverde graan. Ja, was allemaal kleinschalig denk ik in die tijd, maar toch. Van de boeren in de streek. Ja, ja, ja. En dat dus is... hij was de Mullenaar. Ja. Dix van de Mullen. Mijn vader in Beerseveld stond mijn vader bekend als Dix van de Mullen. Dan was iedereen, was het over aan. Ja, ja, ja. Oh, je bent er een van Dix van de Mullen? Ja, en, dat wordt nog wel eens. Dat wordt nog eens, hij door weer komt. Ja, 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 ja. Kom je er nog eens? Ja, ik kom nog vrij regelmatig, want mijn broer die woont er nog met mijn schoonzuster. En die heeft zelfs een aantal jaren geleden een kamgroenwoning, zoals dat dan heet. En de zoon en de schoondochter die wonen daar niet onder, wel onder één dak, maar wel gescheiden. Op de Olleplek? Op de nagenoeg de Olleplek, ja. Ja, de Kloosterdiek. En waar is de Kloosterdiek? Want ja, we wonen niet van Beerseveld af. Ja, Kloosterdiek is de weg die, kan ik het beste aanduiden dat het is vanaf het Marienberg, het station. Ja. En dan richting Sipkuro of Klooster. Oh, ja. Die hele weg, dat is, ja, dat is de Kloosterdiek. Ja. Vroeger had je dat op de wijk, net als uiteraard. In mijn beleving wonen wij vroeger op 1140. En later is dat dus veranderd in straatnamen. Ja. Zelfs in Beerseveld. Zelfs in Beerseveld? Ja. Nou, in Dalsen was dat ook zo. Dat denk ik ook. Ja, wel. Ja. Ja, mooie tijd. Ja, mooie tijd. Wat herinneren je nog klein, als kind zijn? Klein dorpje, klein, ja, er gebeurde natuurlijk niet zoveel. Maar wel, ja, je had toen allemaal nog, ieder dorpje had nog een bakker, die had een slager, die had een schoenmaker, die had een fietsenmaker. Die fietsenmaker heb ik nog wel een herinnering aan. Hmm. Ik kwam daar nog wel eens, ik had even een praatje maken, daar weer wel eens een dorp waar ik het ging. Wie die fietsenmaker? Dat was Gerard Veneman. En Gerard was altijd wel in voor een grapje. Hmm. Ik moest van mijn moeder dus boodschappen doen. Ik moest bij de bakker ging een roggebrood ophalen. En ik ging dus niet rechtstreeks naar huis, maar ik ging dus even langs de fietsen maken, zomaar even. Nou, even een praatje maken, even wat gekheden en alles. Ik kwam thuis met mijn brood, dacht ik. Maar waar hadden die jongens gedaan? Ze hadden met een baksteen. Dus ik kwam met, in plaats van brood, met de baksteen thuis. Die hadden geen papieren gedaan? Die hadden netjes in papieren gedaan. Ze hadden mee hem afgeleid. Hij had hem niet in het brood verstopt, nee, maar gewoon een kale. Het brood lag bij de fietsenmaker en ik kwam met de baksteen tussen. Leuke ding. Ja, ja goed, het was een klein dorpje. We waren denk ik zo'n 500 mensen die daar toen woonden. Ja. Ik zag pas dat er nog ongeveer een dubbele, ruim 1000 woonden. Hmm. Dus ja, nee, mooie tijd. Ja. Ja, leuke tijd. Vriendjes? Ja. Vriendjes, uiteraard, ja. School? School. Wat voor scholen zijn die? Jij had de twee scholen, dacht ik, hè? Ja, we hadden toen nou denk ik wel drie. Dat was ook wel een gereformeerde school. Ja. Maar ik zat dus op de openbare school. Ja. En in datzelfde gebouw zaten ook twee klassen van de hervormde school in dat toen. Je hebt er een foto van, hè? Ik heb er een foto van nog. En, ja. Mag je hem zien? Ja, die mag je zeker even zien. Of mag wij die samen met hem zien? Ja. Mensen, dit is nou... Hè? Zie, wij, de openbare lagere school 1920. Ja, nou toen was ik er nog niet, maar het is wel hetzelfde gebouw nog. Ja. Het is allemaal weg. Eén gebouw was toch wel, ging er wel goed met de kinderen onderling? Had je wel een gezamenlijk schoolplein of was er ook? Ja, een gezamenlijk schoolplein. En dat, je hoort wel eens verhaal van, dat was, nou ja, er zal best ook wel eens een keer wat ruzie maken. Ja, maar dat is ook niet school ook. Maar dat was niet echt een probleem. Nee? Nee. Dat was, ja. We kenden elkaar allemaal en het was niet echt haard en nee, hoor. Dat viel wel mee. Nee, er was echt gewoon samen in één gebouw, ja. Prima overleg. Ja. We zijn eigenlijk toen al. Later waren die scholen alleen maar verder op elkaar. Ja, ja. Ja. Nou, dit was al een samenwerkingsschool. Ja, nou ja, 1920 dus, het was al. In 1920. Ja. En allemaal in lieve vrede. De lager onderwijswet is dus van 1920 en toen zijn ook de bijzondere scholen, hè, of christelijke scholen, ja, begonnen. Begonnen, ja. Ja, begonnen, ja. Ja, daarom, dus dit, misschien was dit oorspronkelijk de openbare school, dat door later een deel van afgestomen wordt aan de christelijke. Ja, ja. Het zou best kunnen dat de oplossing was. Want goed, ja, het aantal leerlingen was natuurlijk ook niet zo groot. Nee, maar, nee, want die zaten met alle zes klassen in één lokaal. Ja, dat ging goed. Ja? Ja, tenminste, ik heb dat. Dan had je ook maar één meester. Of... Ja, meester Wensink was mijn. Meester Wensink was het hele enige personeel. Ja,
mijn beleving was dat de minister die ons... Die was eigen baas. Ja, dat was eigen baas. Ja, ik ken een heleboel onderwijzers die zonder ook hebben. Ja, ja, dat is van best goed. Yes. Geweldig. Ja. Nou ja, maar ondanks dat je dus aan moest passen aan alle andere klassen, hè, ja. Dat is dus heel individueel onderwijs eigenlijk. Ja. Ben je een goed deurrol, Jan? Ja, met een aardig, ja? Redelijk deurrol. Wanneer doe je nou dan? Ben je nou? Toen ben ik dus naar de Uro gegaan in Hardenberg. Dan kon je goed leren. Ja. Maar in die tijd, nou ja, dan ging je nog even naar de landbouwschool en dan aan het werk, hè? Maar ja, landbouwschool was voor mij dus niet, en ik heb ook niet echt iets met het boerenwerk. Dus ik mocht naar de Uro en het is gelukkig, is dat gelukt, ja. Ulo in Hardenberg. Ulo in Hardenberg. 4 jaar. Openbaar Ulo. 5 jaar. 5 zelfs. Ik ben, ik heb er 5 jaar over gedaan. Ja, ja. Je bevult hem zo goed. Ja, want ik heb in de oorlog dus nog een tijdje, een half jaar toch in de school, dat een begin van TB bij mij was geconstateerd. Oh, bij jou? Ja, dus ik lag daar buiten in de zon, zoveel mogelijk. Vertel eens even, hoe werk je met beginnen TB, wat is dat? Ja, je krijgt hier dus wat vreemde uitstulpingen. Ja. En je voelt je niet lekker. En toen bleek dus dat het begin van de TB was. Dus heeft zich verder... Dus het is geen TB7? Nee, het is niet TB7. Maar een soort van begin, een ruststadium. Door rust en heeft zich dat zonder problemen hersteld. Maar als je TBC aan, dan moest je in een tentje uit de buitenwereld. Ik ken enkele mensen in Beerseveld die daar in een huisje lagen, met apart. Ja, maar het is mij buspaard gebleven. Je mocht in de zonnebliem liggen en dat was genoeg. Ja, dat was goed. Maar toch een half jaar niet in school? Nee. Of kwam dat door de oorlog? Ja, nee, ik kwam door de zuurverdeling. Door die TB. Ja, ja. Zodoende. Dus het is, de ULO. En daarna heb ik nog even mijn tijd ergens anders kunnen werken. Toen kwam de militaire dienst. Over militaire dienst nog even een stapje terug. De oorlog, heb je er nog herinneringen aan? Nou, ik heb in die zin herinnering dat met name zo rond de bevrijding, maar toen waren we weer bijna 7, denk ik, ja. Dat de Canadezen dus bij ons helemaal afgezet was met Canadese auto's en militair. En mijn broer was daar ook bij en dan was het gebruikelijk dat je dan sigaretten ruilde voor chocola. Dat was een vast item. Sigaretten van de soldaten? Ja. Voor chocola van jullie? Ja, ja, ja. Dat was, ging niet een groot aantal, maar dat weet ik wel dat dat onder andere gebeurde in toen die lui dat dus op de Kloosterdijk stond, toen die Canadezen daar stonden. Ja. Ja. En was dat het ruilproces, die ruilhandel, was dat voor grote mensen of mogen jullie er ook aan meedoen? Nou, ik deed er niet aan mee, ik stond erbij, hè? Ja, ik keek ernaar. Maar ook angstige momenten, Jan, kun je nog iets herinneren dat het angstig was? We hebben dus niet echt grote problemen, maar we hebben wel regelmatig dat we de boodschap kregen van wij moeten in de kelder, want het kan wel eens gevaarlijk worden. Dat is wel wat mij... En begreep je dat dan als kind? Nou ja, er werd dus wel verteld, want het risico was hij dus maar gewoon buiten heen lopen. Dus het was niet verstandig. Dus ja, dat begreep je dan wel. Dus dat, ja, ging ook automatisch, deed je dat, was geen probleem. Nee, precies, dat werd ook verteld. Ja. Je bent natuurlijk nog maar heel klein. Ja. Als je 5, 6, 7 bent, dan wil je eigenlijk liever van nature in de buiten. Ja, nou, dat kwam ook niet dagelijks voor, maar het was wel, dat herinnert me wel dat wel het geval was. Bevrijding ook, groot feest. Bevrijding, wel een groot feest. Ja, zoals in ieder dorp, werd dat gevierd. Ja, ja. Er was in mijn tijd al een heel actieve toneelclub. Die is er nog steeds, dacht ik, heel Forifana. Forifana? Forifana. Wat betekent dat? Voor een ieder van zoiets, ik weet niet precies. Voor een ieder? Forifana. Ja. Voor allen of voor... Ja, sorry, Wim, dat moet ik maar even voor je. Dat valt niet uit thema, historicus. Ja. Opzoeken. Voor die vader. Oh, en? Heb je daar meer dan soms? Ik heb, toen heette het nog geen Voor die vader, maar het was de toneelvereniging Beerseveld.
En ik mocht daar een rolletje spelen als lakei. Oh. En de titel van de... Durm ben je natuurlijk ook bij de gemeente gaan werken. Ja, natuurlijk. Was heel goed. Verdiende. Ja. De titel was De Stoel van de Koning. Oh. Ja, en daar hoort een lakei bij. Ja, dat vind ik ook. Dus ik mocht die rol van lakei. Dat vind ik ook. Dus eigenlijk is de koning is dan later zeg maar de burgemeester en ja. Iwan, chef interne zaken. Ja. Nou, dat is toch ook een soort lakei. Zo is het. Alleen die had niet zo'n mooi pak. Nee, je moet wel. Dat klopt. Dat was een gehuurd pak, hè? Ja. Oh, nou, en dan nog een foto van een overige toneelspelers. Je hebt er een paar jaar meer dan met het ja, toneel. Een paar jaar leuk werk ook, hè? Ja, toneelspel. Ja, dan was je jong, een van de jongsten. Ja. Ik zie hier nog wel echt wel een paar rippels. 15, 16 denk ik in die leeftijd. Ja. Ja. Goed. Hij nou later bij de gemeente ook voor het toneel, mensen. gevaarlijke vraag. Ja, goed, je moet wel eens toneel spelen. Ja. Dat is niet ongebruikelijk in de politiek, denk ik. Ja, wat denk je, nu met bijvoorbeeld? Nou ja, je kunt, alles wat je hoort en ziet, kun je natuurlijk ook niet altijd gebruiken of misbruiken misschien. Maar, no doubt inmiddels wel. Nou. Ja. Hoe duurt het aan het geheim, meneer Lopet? Ja, dat ligt bij je persoonlijk, hè. Persoonlijk is wat ik, maar... Ja. Dat is, ik ga er maar niet te veel over zeggen. Dat is te vertrouwen. Nee, dat goed vindt, ja. Ja. Maar een jaar of 10 later waren je zelf aan de beurt voor de verdediging van het vaderland. Ja, dat, ik ben goedgekeurd en ik werd dus opgeroepen in Vught, bij het garderegiment Jagers. Maar allemaal niet zulke grote mensen, maar allemaal zo'n beetje van hetzelfde formaat als mij. Oh ja? Ja, dat was allemaal, ja. Jullie waren zwaar gefaciliteerd dat je niet te lang mocht wezen. Bijvoorbeeld, ja. Waarom was het? Ja, weet ik eigenlijk niet, Wim. Nee, dit was... Wat was jullie vak dan, als het gaat die mee? Nou, gaat er even, de, ja, basis, de, basis, de basisopleiding was natuurlijk allemaal gelijk. Je kreeg dus geweeroefeningen, nou, allerlei oefeningen. Maar uiteindelijk ben ik dus schrijver bevoorrading geworden op een mobilisatiecomplex. Dus ook min of meer al administratieve baan. Dus dat was, ja, vond ik leuk. Wat is een mobilisatiecomplex? Nou, dat zat dus in Weert in dit geval, ik dus moest wel veel reizen. Hmm. Maar daar werd dus alle materialen die nodig waren op de diverse kazernes, die werden daar besteld. Dat was een complex waar alle materiaal voorradig was. Hmm. En dat ging dan naar de kazernes toe. En dat administratief moest dat verwerkt worden. Ja, mooie tijd. Heb je wel een geweer vast had, of niet? Ik heb wel, ja, ik heb wel de tijgersluipgang, zoals dat heet, ook nog moeten maken. Ja. Dus dat is allemaal wel, nou, niks mis meer, heel goed. Mag ze mij wel weer invoeren, die diensten. Goed verdiend ook in die dienst? Nee, 1 euro, 1 gulden en een dubbeltje. 1 gulden en een dubbeltje? Per dag. Ja. Elke dag? Ja, per dag, wordt in de week betaald. Ja, ja. Ja, ja, worden per week betaald? Ja, per week betaald. Dus elke vrijdag dan ging je naar de kassier? Ja. En dan kreeg je 5,50 gulden? Ja, klopt. Ja. En, ja, zo. Ging het ook per leeftijd of per rang? Nee, ja, nou, rang ging wel per rang. Maar, ja, sergeant die... Maar je bent soldaat? Ja, ik was soldaat, soldaat eerste klas. Kijk. Ja. En later dat scheelt is, natuurlijk behoorlijk. Later is het E25 geworden. Prachtig. Maar echt een mooie tijd, niks meer. Maar dan waren je in Weert, toen niet met 5,50 euro, maar hoe vaak ging je nieuws? Nou, ik ging wel ieder weekend naar huis. Elk weekend? Ja. Maar jij was vrij reizen? Ja, jij had vrij reizen, ja, zonder meer. Ja. Ja, ja. En het was een complex. Dus je kon in het weekend kon je echt flinke keer gewoon door in bed zelf. Ja, met een 5,5. Ja. Ja, nee, er kwam nog wat bij van ouders, dat was gelukkig geen probleem. Ja. Heb je Tini ook ontmoet in die Beerseveld of hoe lang? Nee, dat Tini heb ik ontmoet in bed. Kijk, dat bent de betere de romantici. Ja, het was het volgende. Ik kreeg een keelabses. En nou ja, ik had een paar dagen mee lopen. En uiteindelijk kwam de dokter en zei, nou, je moet toch wel, sorry, je moet toch wel naar het ziekenhuis, want ja, er moet wel even een ingreepje gepleegd worden. Hmm. Nou, zo is dat gebeurd. Ik ging naar het ziekenhuis en ik kwam onder het mes. En Tini die was ook bij de operatie aanwezig, dus die wist al wie ik was. En nou ja,
Ik kwam dus, moest dus een paar dagen, nachten daar blijven. Ik was voetbalfanaat, het was in het weekend, dus ik zat dringend verlegen om de voetbaluitslagen. En dat wou ze wel doen. Ze had eigenlijk nog niet echt veel met voetbal, dus die uitslagen die waren niet helemaal 100% perfect, maar dat zij haar vergeven. Want inmiddels is... Maar die moesten die dan vandaan halen, in de krant of zo? Ja, op de radio. Op de radio? Die waren op de radio. Die had nog geen radio in het ziekenhuis? Nee, van Turenhout, Frits van Turenhout. Ja, 0-0. 0-0. En die is er dus keurig via de radio voor mij opgeschreven en bij mij gebracht. Nou, ik ging weer naar weg, naar huis dus uiteraard. Maar ik denk, dat is weer proberen om daar nog eens weer contact mee te leggen. Dus zij was verpleegster of zo? Ja, het was verpleegster. In het ziekenhuis in? De Rupkesweerstichting in Harderwerf. In Harderwerf. Door hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, en zo is het gekomen. Je denkt, zo'n zuster in de buurt, dat kan geen kwaad. Ja. Dat is een handige en een leuk gezelschap. Ja, klopt, inderdaad. En toen hebben jullie verkering gekregen? Verkering gekregen. Van hoe oud was je toen? Ik was 22, denk ik. En nou ja, traditioneel geloofd in 62. In 64 getrouwd. Ja. En nu alweer 51 jaar getrouwd en 51 jaar bij elkaar. Ja, nog steeds bij elkaar. Het gaat nog goed. Hebben jullie ook kinderen? Sorry. Hebben jullie ook kinderen gekregen? Ja, we hebben gelukkig twee kinderen, twee jongens. Ja. Eén uit 1965 en één uit 1968. Hoe heet ze? Dinant is van 1965 en Richard is van 1968. Ja. En je hebt ook alweer kleinkinderen gezien net. Ja, we hebben inmiddels ook 5 kleinkinderen. Maar die zijn hier op de foto, hè? Dat zijn de eerste twee die op de... Die van Dinant in... die staan op de foto. En met opa op de foto? Opa was toen net zo'n beetje met vervroegd pensioen gegaan. En die kon dus daar wat tijd aan besteden. Ja, leuk. Ja. Ja. Jij woont in de buurt, Jan? Ja. Richard die woont in Kampen. En Dinant woont met zijn gezin in Heino. We zijn daar perfect. Het is makkelijk en mooi naartoe gaan. Ja, ja, het gaat heel goed. Ja, leuk. En we zitten nu begin jaren 60. Je hebt een leuke vrouw ontmoet. Dan ga je denk ik onder andere naar de militaire dienst op zoek naar werk. Ja. Daar ben je toen beland dan? Toen ben ik beland in Coevorden, met de gemeente Coevorden. Okay. En dat was gelijk eigenlijk raak. Wat vroeg je door dan? Want je had alleen de ULO. Ik had ULO. Plus ervaring als militair. Ja. Nou, het was een beginnend ambtenaar. Hè? Ja. Leerling-ambtenaar. Leerling-ambtenaar? Ja, ja, ja. Heel mooi. Was er werk genoeg in die jaren? Jawel, jawel. Ja, ja. Ik kwam in eerste instantie dus terecht op de burgerlijke stand, bevolking, militaire zaken. Mijn leermeester was dokter Foppe, nee niet dokter, Foppe Inne Brouwer. Bekende naam in de wereld, dokter Foppe Inne Brouwer, was dit een neef van. Ja. Die heeft mij de basis van de burgerlijke stand, bevolking, militaire zaken deed ik erbij, ja. Die mij bijgebracht. Dat was dus in 57, ja. 1957. Toen ben je een koe geworden nogal. Ja. Dus toen ben je, ben je nog een dingetje. Ja. Ja, zeg ik dat goed hoor? Nee, het was 1 april 59. Moet ik even herstellen? Kan. Ja, 1 april 59. 59 ben je door ben je koe geworden. Ja. Aan het werk gekomen. Ja. Maar dan ben je niet de bleem, want op een gegeven moment ben je deze kant op de weg. Ja, het werkt ongeveer zo in de ambtelijke wereld door solliciteren, dan kun je weer een promotie maken. En toen is het dus Dedemsvaart, gemeente Averees geworden. Kijk, stapje voor stapje. Ja, toen kwam ik weer een stapje hoger op de ambtelijke ladder. Ook een leuke tijd, maar wel kort hoor, 2 jaar in Dedemsvaart. En ook weer wat burgerlijke standsbevolking, hetzelfde allemaal. Ook leuke collega's, was best gezellige tijd. Ja.
2 jaar en toen deur naar Dalfsen? Toen naar Dalfsen, want toen kwam er weer een vacature in Dalfsen. Nou, schrijven, opgeroepen en aangenomen. Ja? Ja. Was er in die volle concurrentie op die markt? Ja, was wel. Maar je had toen veel meer mogelijkheden om aan een baan te komen. Hè? Ja. Want ik kon ook destijds, voordat ik in Koevoorn had ik ook nog naar aangereisd, was ook nog een baan voor mij beschikbaar. Ja. Maar ik heb anders zijn kiezen, ik ga maar naar de gemeente, de overheid, dan ben je altijd vastwerkt. Hij heeft dan een pensioen vastwerkt? Ja, zo werkt dat, ja. Ja. Maar dan ben je, wanneer ben je in Dalfsen? 66, hè? Februari 66 ben ik in Dalfsen gekomen. Ik woonde toen nog in Deelsvaart, dus een poosje op en neer gereisd. Ja. De Brommer. De Brommer. Ja. Ja. Wat heb je voor Brommer? Sparta. Sparta, ja. Ja. Met de Sparta, 's morgens, hoe laat begonnen hier in Dalfsen? Wij begonnen hier om 8:30 was dat toen nog. Oh. Redelijke tijd. Nou, dat was er niet altijd. Nee. Ook nog op Zolderman, denk ik. Zolderman was hier niet meer. Was nee? In Koevoorn wel, ja. Oh. Ja. Hier was het niet meer op Zolderman. Hier was al ATV. Ja, was al geregeld toen. Hey, en hoeveel mensen, want gemeentehuisstijl stond toen, ja, dat was het vierkante blok ja, aan de brug, hè? Ja, klopt. Daar was de secretarie, door ben je toen gekomen. Nou, hoeveel mensen werken er toe? Nou, dat waren er hooguit 30. Oh, zoveel nou, ik dacht nog minder, maar ja. 30 mensen? Ja, denk ik wel. Alleen op de secretarie? Nee, oh, sorry, nee, gemeentewerken tel ik daarbij. Ja, de secretarie was goed 20, denk ik. Ja. 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 Want gemeentewerken zat? Destijds in de Witte, in de Grutemolen. Grutemolen, ja. Ja, ja, die zaten daar. En jullie zaten met ongeveer 20 mensen? Ja. Inclusief de burgemeester, wie was toen burgemeester? Burgemeester Volkers was, het college bestond toen uit burgemeester Volkers, wethouder Diekman en wethouder van Leden, baron van Leden. Daar ben ik dus toen op bezoek geweest en ja, die hebben mij aangenomen. Ja. Ja. Ja, dat deed BMW nog zelf in die tijd. Ja, ja, ja. He? Ja, dat was maar de secretaris was er ook bij. Mijn secretaris was erbij, dat was de heer Sikkers. Sikkers? Ja, Sikkers. Nou, en vertellen, wie werkte en hoe herinner ik nog meer in die tijd? Nou, Willy Pasma was een bekende, zoals ja. Gezegd, op de secretarie. Ja. Mijn chef was meneer De Vries. Die zat op Algemene Zaken, was de chef. Bevolking ja. Worden gestampt. Ja. Later ben ik dus geswitcht naar Interne Zaken. En dat was Wim Stappenbelt, mijn chef. Ja. En die heb ik dus naar Interne Zaken en later is daar voorlichting bijgekomen. Maar Wim was mijn collega Hans de Weert heeft nog bij ons gewerkt. Julian Arendel was een stagiair uit van Curaçao. Ja. Ja, die is later naar Den Haag gegaan, maar dat, ja, daar laten we de mensen mij dus veel meer contact. Bode Bosman niet te vergeten. Bode Bosman? Ja. Dat was ook een bekende figuur hè, in de gemeentesecretarie. Ja. Ja. Heel andere tijd, want je bent, weet ik, inmiddels in 94 komen we zo nog weer op. Ja. En je bent tot ruim 30 jaar bij de gemeente geweest, ja. Krap 30 jaar. In die 30 jaar is er al heel wat veranderd. Ja. Maar we zijn inmiddels weer 20 jaar verder, dus we praten al 50 jaar geleden. Ja. Als je nog in het gemeentehuis komt, wat denk je dan? Ja, dat, hoe moet ik dat omschrijven? Het is natuurlijk niet te vergelijken met elkaar. Hè? Het is allemaal zo groot geworden. Ja, ergens is dat door die herindeling met die leuzen is dat natuurlijk ook wel een, ja. Het geval. Maar ah, jullie werken ook veel harder uit nodig niet? Ik denk wel dat we veel harder werken. Nee, maar ja, dat kun je niet met elkaar vergelijken. De onderlinge sfeer was heel anders. Iedereen kende iedereen. Was er iemand jarig, dan was het gebruikelijk dat je de hele secretarie je voorzag van gebak. En als het, sommigen die gingen zelfs nog met sigaren en sigaretten rond. Kijk, dat was de goede oude tijd. Goede oude tijd. Mocht je ook gewoon roken op werken? Ja, mocht toen dat. Ook ja. Als de klanten naar de balie waren? Nou nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar dan mocht je wel hem gewoon op bureau leggen? Ja, in wat apart, hè. Ja, ja, tijden veranderen.
Ja, en de gemeenteraad, waren er ook bij betrokken? Of ja, indirect natuurlijk altijd, maar... Ja, de gemeenteraad, die, ja, ik veel contact, ik ken iedereen, maar ook niet zo groot uiteraard nog. Nee. En ja, veel contact, omdat... Ik kwam ook nog eens voor dat de stukken bezorgd moeten worden met de raadsleden. Moest je een rondje doen door Dalsen. Deze aflevering van Praten met Dalsen is mede mogelijk gemaakt door Salon Rita in Oud-Leusen. Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres voor pedicure, manicure en massage. Daar ging je met de auto inmiddels of met de brommer? Ja, nee, met de auto ging ik wel, ja. Stukken brengen. Gezellig, ja, mooie tijd, ja. Echt goed. Maar er was ook allemaal kerels in die tijd, hè? En ook gewoon een sigarenarm tijdens de rood. Ja, BMW-kamer, Denza, die was zo'n blauw van de rook. Ja. Dat was geen probleem, want, mocht allemaal. Goeie oude tijd. Ja, ja. Maar ja, helaas. Nou, I know, je bent heel lang op de gemeente een bekend gezicht geweest, interne zaken en weet ik wat allemaal betekent het. En nog leuk, wat is er nog bij, maar nog zo gezegd, wat herinner je aan die gemeente, wat komt er dan bij je boom? Nou, dan op mijn eerste dag boom dat het prettig werken was, hè, om te werken. Geen nare dingen eigenlijk, echt beleefd vervelende dingen. Hmm. En nou ja, alleen maar wat dat betreft positief. Ja. Geen goede dingen. Maar ook mensen, die hadden toch ook wel eens een keer een hekel aan een rotsleer of zo, of een... Een burgemeester die wat eigen iets was of zo. Ja, goed, ja, overal bij werk kom je natuurlijk dingen tegen en zeg ja, ik liever had het niet anders gekund of gemoet. Maar dat, ik moet eerlijk zeggen dat dat eigenlijk niet zoveel aan de orde was. Nee? Nee, gewoon prettige tijd, heerlijk kunnen werken. En ja, weinig of geen probleem. Ja. Dus het was eigenlijk heel plezierig, Jan, een dieptepunt. Ja, dieptepunt. Het was het sterfgeval wat collega Anneke Snijders is overgekomen. Die was in het weekend, ik was 17 maart, dus haar verjaardag. Toen was ze nog vrijdag, is ze bij ons op de verjaardag geweest. Ze woonde vlak naast ons in de Van Lentenstraat. Toen vertelde ze ook, we gaan morgen op bezoek in de dacht in Veendam. Daar een collega van ons, die was dus inmiddels werkzaam in Veendam. Zij is met z'n geen kinderen, ze is met haar man daar naartoe en op de terugweg zijn ze bij Staphorst door een dronken autobestuurder aangereden en allebei op slag dood. Ja, het was best een geweldige schok, want Anneke was een heel sympathiek, prettige collega, typiste, had echt hard voor de zaak en helaas ja, is dat een noodlot geworden daar in Staphorst. Mm. Dus dat had een grote impact bij jullie op de afdeling? Ja. Meer ook, ja, het was allemaal kleinschalig en ja, iedereen was daar heel nauw bij betrokken. Ja. Jong uiteraard nog. Ik denk nog geen 30. Ja, dat was echt een hele nare tijd. Ja. Ja. Ja, als je zo'n kleine club hebt, dan hakt er het extra in. Ja, echt wel, ja. Ja. Een leuke anekdote van een collega die... van ons, waarom hij dat deed, zijn we eigenlijk nooit achtergekomen. Maar hij fietste altijd zonnelicht. Ja. En blijkbaar is hem dat altijd goed gegaan. Een ambtenaar moet toch eigenlijk het voorbeeld geven, dat weten we niet. Dat soort. Vonden wij ook, we hebben het ook wel eens met hem over gehad, maar hij zei, oh, dat ging altijd wel goed. Ik kom er wel. Maar op een gegeven moment was hij jarig, verjaardag, en we zeiden, nou, we zullen toch eens even een poetsje pakken. Hij had de fiets beneden in de kelder. En we hebben dus contact gehad met Wim van Hoenen en Tony Ekkelenkamp, denk ik. Van gemeentewerken. Van gemeentewerken. Wito, die hebben wel meer dingen gefabriceerd voor de gemeente. En die hebben toen de fiets voorzien van een grote accu achterop en een grote bouwlamp voorop. En die hebben hem dus keurig weer in de fietsenstalling gezet. En daar is ook een foto van gemaakt toen. En de collega die ging dus keurig met de fiets naar huis. Hij kon het wel waarderen, hij vond het leuk. Hij heeft er niet zo lang op gezien, maar hij fietste later altijd weer zonder licht. Oh, dat heb je wel al doen. Nee, echt genoeg, nee. Ja. Leuk. Ja. Ja, en in 95, Jan, toen kon je er vervroegd uit, hè? Ja. Was er nog een royale regeling? Was een
hele goede regeling van de gemeente. Ja. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Een goede regeling. Maar met z'n drieën, drie collega's, Arjen Bos, Henk Veurink en ondergetekende, die konden door de reorganisatie gebruik maken van die regeling. En nou, dat hebben we gedaan. Leuk, goed verhaal, leuk afscheid gehad. Ja. En wat foto's van gemaakt. Dus dat is wel dankbaar om daarop terug te zien. Mooi. Ja. Dus je bent nu al 20 jaar eigenlijk vrij van verplicht werkrooster. Ja. En dan kun je allerlei andere leuke dingen gaan doen. Ja. En de eerste die bij u op de stoep stond, dat was Hilco Krol, hè? Hilco Krol, die ken ik uiteraard al heel goed, was onze oude buurman. En die was voorzitter van de Veilig Verkeer Nederland. Ja. Erik Dalfsen. En er was een vacature voor het secretariaat. Nou, hij dacht van, nou, laat Jan maar eens vragen, want misschien wil hij wel en hij heeft nog wel wat tijd. Ik heb er even over nagedacht en ik heb toch wel vrij snel gezegd, nou, dat wil ik wel. Het was toen nog een wat kleinschalig bestuur, dus dat was ook nog minder activiteiten nog in die jaren. Maar in de loop van de tijd is dat steeds, die activiteiten steeds toegenomen. Ja, ik lees er wel eens in de krant ook een scootmobielcursus. Scootmobielcursus, fietsvaardigheidstraining hebben we gedaan. Fietsvaardigheid, dus voor de schooljeugd of ook voor de elektrische fietsers? Elektrische fietsers. En er was altijd wel veel belangstelling en vond ik leuk om te organiseren. Hoe moet je opletten met die elektrische fietsen? Want ik hoor ook altijd, mensen met elektrische fietsen, die hebben ze niet goed in de hand. Die valt ook maar. Ja. Het is, wat leer je op de cursus? Je leert op de cursus dat je vooral van tevoren goed de zaak moet overwegen. Wat is de bedoeling en wat ga ik doen? En de snelheid in de gaten houden. Maar wat bedoel je met goed overwegen? Ben je een afslag of zo? Ja. Ja, ja. Want je gaat anticiperen op wat eraan komt. Ja, je gaat sneller dan op een normale fiets. Ja. Dus je moet daarop anticiperen. En er was ook een cursus bij theorie, dus ook de verkeersregels kwamen aan de orde. En dat gold ook voor de opfriscursus voor de rijvaardigheid senioren, de BROEM, breed overleg ouderen en mobiliteit. En BROEM. BROEM, ja. En dat is voor mensen van 55 plus of zo? Of, Ja, dat was wel de basis. Het heet ook 55 plus. Enkeling was iets jonger, maar over het algemeen. Die hadden het nodig. Blijkbaar vonden ze dat zelf, ja. Het is vrijwillig, uiteraard. Ja, dat is voor gewoon voor automobilisten, hè? Ja. Die denken van, nou, ik wil het niet zuiver meer. Opfriscursus. Even opfrissen. Ja. Theorie. Zak zou mooi, denk ik. Nou ja, je kon niet zakken, hè? Nee, maar in theorie. In theorie maar zonder zakken, denk ik. Ja, denk ik wel, ja. Ja, ik vergelijk maar bij mezelf af. Nou, ik kan me daar ook onderscheiden. Maar dus, en ook een uur rijden met een rijinstructeur, eigen auto, even naar Zwolle. Ja. En ja, dat werd... In de eigen auto? Eigen auto was veel belangstelling voor ieder jaar, 40 deelnemers. Dus de rijinstructeur kan dan niet ingrijpen? Kan niet ingrijpen. Dus dat is een man met lef? Ja, ergens wel. Ze waren trouwens, we hebben meestal wel de vaste instructeurs, dus ze durft blijkbaar toch wel. Alleen we hebben één keer meegemaakt dat iemand toch zodanig gereed dat de instructeur dacht, nou, ik ga maar weer op Dalsen, want dat komt niet goed. Schoolverkeersexamen gaan dan. Ja, daar ken ik de VVN van natuurlijk, van de kinderexamens. Ja, theorie en praktijk. Wel leuk om te doen, denk ik, met al die kinderen. Ja, heel leuk. Want dan staan jullie op de hoek met een bloknootje. Ja, en ja, goed of fout en wordt scherp opgelet. Ja? Ja. Waar je streng? Ja, nou, ik organiseerde het meer, maar er waren andere vrijwilligers. Even een sprong terug in de tijd. Ja. In Sint-Nieuws word je de voetbalinslaan winnen. Ja. Omdat je gek op voetbal waren. Heel gek. Heel gek, hè? Nog steeds. Ik heb bij Smits een spreuk die zegt, Jan Roosing die is zo gek, die giet elke 14 dagen in Almelo. Giet de Heracles aanmoedigen. Nou, dat was keurig hoor, dan moet je toch wel uitdolingsvermogen hebben. Klopt. Kijk, nou ga je graag, denk ik. Goeie tijden, slechte tijden. En dat klopt, maar ik kom daar al 50 jaar. 50 jaar, hè? Ja.
En dan kom ik door in Almelo. Bezenveld was dus 20 kilometer ongeveer. Ja. Van Almelo verwijderd. De dichtstbijzijnde beroepsvoetbal. Ja. Profvoetbal, dat was in, voor mij in Almelo. Ik kon ook naar Twente, maar Twente was niet in beeld bij mij. Nee, als je van Heracles bent, dan weet je niet van. Het was puur Heracles zelfs. Heracles. Heracles, ja. En ik ging altijd met mijn broer. Ja, het voetbal zit bij de Roosting, denk ik wel, in de genen. In de genen. Ja. Maar je hebt zelf ook een voetbal, hè? Ik heb zelf voetbal. Hier ook in, bij AAC? AAC ook, ja. Maar in Bergen ben ik begonnen. Ja. En later in Denenstraat heb ik nogal gevoetbald. Maar AC uiteraard ook. En daar kom ik ook nog iedere zaterdag wel. Ja? Van jij dat er helemaal kijken? Ja, dat had ik nog even kijken. Ja. Vind ik wel leuk. Nou, eens even kijken. Ik heb hier al een foto. Ik neem maar dat je er ook bij op staat. Ja. Maar dan moet ik toch echt. Ik denk dat ik dat doe. Kun je het wel maken? Nou, ik had hem er nooit doen. Ja, nou hij zegt, ik leuk onmiddellijk. Ja. Maar welk jaartal is dit? Dit, ongeveer? Dit was in de 70er jaren. Nee, 80er jaren zelfs wel. Het was al een veteraan elftal, hè? Dit was al een veteraan elftal. Ja. Vertel eens, Jim, wie jou hier? Dit is een vlagger. Dat is... Of ken je jammer niet meer? Nou, die ken ik zo niet, nee. Henk Krol. Dit is de keeper, Vreeburg, Gert-Jan van Leuzen, Henk van Eerbeek. Dat is Henk van Eerbeek, yeah. Ja. Jan Stokvis, Marine Scherpenkade. Oh ja. Jan Egens, ook nog. Oh ja. Ja, dat is, dat zijn de meesten die ik nog wel zo kan opnoemen. Ja, ik zag in de Dalse krant van 1970, er stond dit elftal ook zo'n beetje wel geschreven. Dus het zal wel inderdaad ja. In die titel. Ja, die zit die titel. Ja, en wat was jouw positie? Ik was midden, ik speelde op middenveld. Links de punt, de punt met naar voren? Met de punt naar voren. Was, ja, dat staat altijd bij ons. Je waren echt een team? Ja, ging wel verdoen, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Maar dan, daar zit Gert-Jan van Leuzen zit er natuurlijk ook op. En die was altijd wel in voor een, voor een grap. Hij kon toen een keer niet meedoen. Hij was dacht ik geblesseerd. Toen stond hij bij de... Bij het doel van de tegenstander. En, oh nee, bij het doel van onze keeper. En de dreigde dus dat er gescoord werd. En dat Jan die schopt die bal gewoon door de ruit. Scheidsrechter heeft niet eens te zien. En, geen goal? Geen goal. Geen camera's. Geen doellijntechnologie? Nee, geen doellijntechnologie. Niks. Prachtig. Ja. Dat Jan was wel de man die er wel. De gangmaker? Ja. Echt wel. Leuk. Leuk team. Ja. Allemaal voor mij. Nou ja, het zit nog in de herinnering. Ja, herinnering gelukkig. En nu stuurt het ook video. Ja. Ja. Voor de toekomstige generaties. Heel goed. Leuk voetbal. Maar goed, dus Heracles. Dat is zo'n team. Ja. Daar gooi je elke vierde dagen en nu niet meer met een broer, maar met... Tini. Tini is inmiddels ook... Tini is... Ja. Was het 50 jaar geleden, moesten ze niet vallen van hem? Nee. Maar mede dankzij... Ja, dat denk ik wel, dat het wel van invloed de rest is. Maar goed. Heracles, ja. Nou weer een fan erbij. Ja, een hele goede fan. Echt hoor. Ja. Prima, leuk. Maar jullie gaan elke thuiswedstrijd gewoon erin. Ja. En als ze het in Zwolle moeten, dan ga je het in Zwolle, denk ik. Ja, dat komt wel voor, ja. Ja. Maar je hebt dus ook wel zware tijden met Jan, want Heracles, eerste divisie. Ja. Degradatie. Ja. Zware verliezen. Melkbussen. Bij leeghang dat we daar een paar cent heen komen doen, want ze komen de spullen niet betalen. Oh ja? Ja, ja. Heracles heeft ook wel eens met 9-0 verloren, dacht ik. Oeh, hou me erover op. Ja, daar waren we ook bij. Het was dan wel een uitwedstrijd, dat was in Heerenveen. Maar daar ging het goed fout. Ja. Het was, met de rust was het al 5-0. Maar ja, wat doen we? Blijven of weggaan? Nou. Blijven. Je kunt nooit weten. Nee, natuurlijk. De bal is rond. Maar dat is niet goed gekomen. Na de rust maakte Heerenveen, er was een spits, een Alves, was een Braziliaan, die heeft toen 7 doelpunten gemaakt. Kijk. Daar werden wij niet vrolijk van. Nee? Nee.
Wat gooi je dan? Chagrijn? Ja, min of meer wel, ja, wel een beetje chagrijn. Ja, ben je echt... Nou, ik leg er niet wakker van, maar ja, ik vond het wel heel afgang, hè? Ja. Jan, de Oranje Vereniging, hè? Ja. Door heb ik ook zien lopen voor op de tocht. Klopt. Ja, ook leuke tijd wel. Niet zo lang, een jaar of vijf. Hij doet in bestuur zin? Ja, was daar ook secretaris. Maar wel in de moeilijke jaren, hè? Het was een moeilijke tijd voor het bestuur, ja, hè? Dat weet ik nog. Ja, ja. We hebben toen wel een actie gevoerd. Van via kwam er bij Harry Alderman in Omtrek. Hmm. En die heeft toen Dalsen afgestrookt. En toen zijn we wel... Dat was een colporteur, hè? Die ging alle deuren langs. Bijvoorbeeld, ja. En dat heeft wel flink wat nieuwe leven opgeleverd. Dat was wel prettig, want ja, ook hier, je hebt altijd geld nodig, hè? Ja, de vereniging. Geld, maar ook arbeidskrachten. En ook enthousiasme, ja. Mensen erop komen. Ja. Maar dat is onder jullie bewind toch nog weer ten goede gekeerd. Ja, inmiddels is het. En er was een feestje met 100 jaar? Ja, een feestje, een uitgebreid feestje, we hebben het ongeveer. Ja. Wat was er, 100 jaar? 100 jaar van het bestaan van de Oranjevereniging. Oh, van de vereniging zelf, ja. Ja. Cor van Damme, dat was een importman, ja. Die was voorzitter. En die heeft ook echt goed zijn best dus geld nodig. Dus we stonden inmiddels ook al bekend als het gevaarlijke duo wat dus ook binnenkwam. En was het, de mensen moeten weer geld hebben. Hè? Het gevaarlijke duo komt er weer op. Op die armoedzaaier weer. Ja. Maar goed, ik heb altijd gedacht, ik doe het voor de vereniging. Voor de goede zaak. En niet voor mijn privé. Dus, Je hebt hem nogal een beetje in de span zo links-rechts, Jan. Maar de laatste club, Bono Niederwest. En dat is de historische kring. De historische kring, ja. We zitten bij Noog, we zitten hier in het epicentrum. Ja. Maar jouw historische kring verleden begint eigenlijk al terwijl hij nog bij de gemeente werkte. Ja. Hoe ging dat? De gemeente maakte zelf wel foto's. Ja, maar niet al die duizend. Nee. Jan Alfie van der Kolk was een bekende fotograaf van de gemeente destijds. Ja. Nou, die werden allemaal keurig ingeleverd. We hebben natuurlijk veel minder foto's. Maar ook wel een oproep in de krant, de Dalse krant. En daar zaten we dus woensdagmorgen, was het inmiddels, ik was niet alleen. Wij hadden daar ook bij gemeentesecretaris Klarenbeek, die kwam trouwens wel wat later bij. Oud gemeentesecretaris Klarenbeek, ja. De heer Van Lenteren, oud politieman Van Lenteren. Ja. Had ook iets met foto's, met de fotoclub vroeger. Jan Meerens, wie kent hem niet? Ja. In Dalse. De fotograaf voor de Dalse krant. Ja. En zo zijn we met z'n vieren en ook in het begin met meneer de Jong bezig gegaan om dat op poten te zetten. Toen had je alle foto's gerubriceerd met een kaartje, een lettertje, een cijfertje. Ja. Maar ja, nog niet gedigitaliseerd. Digitaliseerd, dat was een stap later. Maar jullie hadden ook niet tijd, want het was ook wel een beetje gezellig, hè? Die woensdagochtend. Ja, die woensdagochtend, daar mocht niemand aankomen. We waren er altijd. Dan zei je, heel bijzonder, maar... Kan altijd. En dat was, wij vonden ook wel dat we wel goed bezig waren. Maar het was ook gezellig. En als het 12 uur was, dan werd er iemand op de deur geklopt. En wie kwam daar binnen? Dat was op de gemeentebode Alex Olderman. En die kwam ons even een borreltje aanbieden. Kijk. Dus onder het genot van een borreltje. Dat was het vroeger toch mooi op gemeentes. Prachtig. Ze gaan er ook een borreltje drinken. Ideaal. Ja. Ik heb medelijden. Was je toen nog in dienst? Of, Nee, ik was toen al... toen was je met de... Ja, was met de vrucht dus. Ah, dan maak je 12 uur een borrel en vind ik. Dat bedoel ik, ja. Maar jullie deden ook goed en vullen werk en voor niks. Ja, zo dat kwam. Want al die foto's, duizenden en duizenden. 8000 hebben we op een gegeven moment daar in het gemeentehuis. 8000 foto's. Een van de leukere foto's die jij hier ook linkt. Ja. Dat is ook, dus daar je ook zelf bij op. Ja. Dat is deze. Wat is hier aan de hand, Jan? Daar staat bovenaan de heer Johannes Beekedam, jaren raadslid geweest in, was ook de Nestor. Ja. In die tijd, de Nestor was het oudste raadslid. Ja. En wat wil je het geval? De heer Beekedam die neemt daar de ingekomen post door, want hij was namelijk 2 dagen loco-burgemeester van Dalfsen, van waarnemend burgemeester. Waarom? Omdat namelijk het voltallige college was 2 dagen naar het VNG-congres. Ja. Dat vindt ieder jaar plaats, daar komen alle burgemeesters, wethouders, noem maar op,
uit den landen bijeen, met allerlei thema's. Maar goed, er moest natuurlijk wel post getekend worden. En daarom werd de heer Beke dan op de burgemeesterskamer geplaatst. Ja, ja, ja. Dus dat was een eerbaar ook een beetje voor Johannes. Ja, hè? Want Johannes vond dat zelf. En dit is Ali Habers. Ali Habers, die was destijds de secretaresse van het college. Ja, leuk. En je hebt toen nog meer foto's van de gemeente. Wat is dat, Jan? Dit is nog een foto waar wij dus als gemeente aanwezig waren op de beurs ondernemerscontacten. Die waren ieder jaar in Zwolle. Ja. En dan kon je dus als gemeente... Ja, ja, dat vulde ook wel een... Collega Herman Keizer. Herman Keizer. Ondergetekend mocht daar ook bij aanwezig zijn. Ja. Historische kring, foto's, daar ben je nog steeds. Je bent de coördinator van de foto en beeld. Materiaal. Materiaal. Werkgroep, ja. Werkgroep. Ja. Wat is de verwerkgroep? Wat doen jullie? Een werkgroep die iedere woensdagmorgen zeker, en tegenwoordig ook al een gedeelte, omdat morgens is het vaak zo druk dat niet iedereen een pc ter beschikking heeft, dat er ook een groep 's middags werkzaam is. En die zijn met name bezig met het digitaliseren van de foto's en het controleren. Want er zijn foutjes ingeslopen, dat is heel menselijk. En die proberen eruit te halen. Betekent je pak een foto, die gooi je scannen? Ja. Eén voor één? Eén voor één. Nou, ik kan tegenwoordig ook wel met vier tegelijk. Ja. Vier foto's tegelijk gooi je scannen. Ja. En dan probeer je de beter zetten van wat is dit? Ja. Ja. Dat laatste geeft de meeste titels in natuurlijk. Geeft de meeste titels in. Hoe doe je dat? Gooi je hem dan op tafel en iedereen heeft zijn mening of zijn idee? Of? Dat doen we dan inmiddels de subwerkgroep. Jan Roosink, daar zit Jan Wijnberger in, daar zit Arie Bos in en Gerard Haarman in ondergetekende. Want er zijn natuurlijk ook wel heel veel inmiddels dubbele foto's. Ja. En ook wel foto's waarvan je zegt, ja, het is leuk dat we ze gekregen hebben, maar heeft het echt, voegt het iets toe. Ja. Dus daar moeten we beslissen van in die groep, wat doen we ermee? En dan valt er ook wat af. En de rest wordt ingebracht. Ja, kreeg je wel de foto's ingeleverd hier nog steeds? Ja, ik heb nog wel een voorbeeld vandaag. Vandaag? Vandaag, ja. Nog twee leuke foto's. Eén vooral vind ik. Dat is de foto die laat zien dat daar een schipper met heel veel turf voor de Hotel de Ruiter, zoals het toen nog heette, hier in de Vecht ligt. Ja. Dansen waren heel veel schippers vroeger, want de Vecht was natuurlijk de weg waar alles overging. Ja. Of de route. Ja. En in mijn beleving, ik heb natuurlijk alle foto's niet meer precies, maar is dit een foto die we nog niet in ons bezit hebben? Heb je ook een idee hoe oud of die foto is, Jan? Dit is een foto uit de 30e jaren, wacht ik. In die 30. Ja. Mooi. Ja, daar zijn we heel blij mee. En dan wat doe je dan met zo'n foto? Gooi je die scannen en dan proberen wat meer informatie eruit te krijgen, denk ik? Ja, dat is vooral... En giet die dan op internet of hoe kan ik die zien? Ja, die kun je zien via Oud-Dalfsen. Oud-Dalfsen? Dat is de website. Daar staan ze niet allemaal op, maar deze komt daar in de toekomst zeker op, ja. Je hebt ze er niet allemaal op staan omdat het... Waarom niet? Ja, dat is het verschil van mening over. Als de foto's binnenkomen, dan zijn ze van ons, denken we, en dan kunnen we ermee doen wat we willen. Een ander zegt, ja, moet je dat doen, maar dan gaat iedereen, er heeft veel werk van ons in, en iedereen gaat met die foto's aan de haal, is een groot woord. Maar, dus er is wat discussie over of dat... Maar ik persoonlijk vind, als je een foto er is, dan kun je daar het beste iets mee doen richting de gemeenschap. Ja, want er komt ook steeds meer mensen die dat mooi vinden. Ja, denk ik wel. Ja. Mensen met rollen. Ja. Ja. Mooi. Heel mooi. En heb je nog meer bijzondere foto's? Er zijn natuurlijk zoveel mooie foto's. Er zijn zoveel mooie foto's. Die keus is, ik vind persoonlijk dit ook een heel mooi, interessant boekwerkje. Dat is gesteld door Jan van Lenteren. Oh ja. En die heeft dat de titel gegeven, Dalfsen van eergisteren. En dat is ook helemaal voorzien van teksten. Mooie foto's, oude foto's. En daar gaan we dus ook met deze foto's, hebben we Jan gevraagd of dat goed was. Die laat me bijvoorbeeld ook zien in Rozenhagen.
ouderencentrum. Dan gaan we 3 keer per jaar doen we daar een fotopresentatie. Oh. Leuk. Ja, Willem Brinkman, die is de technische man. Ja. En ik mag daar iets vertellen bij die foto's. En ja, ik geef de indruk dat het erg gewaardeerd wordt daar. Want oude foto's doen het altijd goed. Ja, hè? Ja, althans. Die, dus dan maken jullie een soort voorstelling voor de mensen in Rozenhagen? Ja. En doe je dat ook voor andere gelegenheden wel eens? Jawel, buurtvereniging De Molen zijn we al eens geweest. Binnenkort gaan we naar de Zonnebloem. Zonnebloem heeft een middag voor de vrijwilligers. Gaan we daar weer een andere serie, Heden en Verleden. Oh, je hebt zelf verschillende programma's. Ja, ja, ja. Je Willem Brinkman is daar heel goed ja. in. Als er nou mensen zijn die deze video ziet en die denkt, ik heb de belangstelling voor die foto's, of zitten jullie nog verlening aan mensen? Of? Ja, het moet dus wel eigenlijk mensen zijn die wel iets hebben of kunnen met de computer. Hè? Dat is wel het meest behoefte aan is. Om dus die foto's te digitaliseren. Ja, digitaliseren. Ja. We hebben gigantische... serie negatieven van Jan Berends en de 10.000. En daar is nou Bertus Warmgoor mee bezig om die ook te scannen. Maar alleen scannen, er moet ook eigenlijk een index bij. En die zit er nauwelijks bij, dus dat is wel eens puzzelen. Ja, ja. Ja, als je geen lol aan hebt, dan moet je er niet aan beginnen. Nee, moet je er niet aan beginnen. Want het is, maar goed, de visvereniging bestond onlangs zo van ja, die zijn hier geweest en die waren heel blij. We hadden toch wel een leuke serie foto's voor die club. Dus dat komt ook voor. Iemand die iets wil weten van vroeger, ja. Die kan hier terecht. Ja. Of door foto's van binnen. Ja. Of boeken. Ja. Of video. Ja. Of film, zeg zijn maar. Ook, ja, films. Zijn ook hier binnen, wordt ook. Er is wel een andere werkgroep die zich daarmee bezig. Ja, ja. Maar ik kan de 3 hoofdstukken. Je hebt je boeken, je hebt je foto's, je hebt hier wat filmmateriaal. Ja. En verder, Jan? Nou, wij hebben de werkgroep. Ook ieder dorp, Oud-Leuven, Hoornhorst, Lemelenveld heeft een eigen werkgroep. Die zich dus met name oriënteren op die dorpen, alles wat daar bekend is. Er is een heel actieve werkgroep digitalisering, ja, die de techniek hier. Dan is er een werkgroep genealogie. Er is een werkgroep boerderij en veldnamen. Een werkgroep dialect. Nou, ik denk dat ik ze wel ongeveer gehad heb. Wat doet de werkgroep dialect bijvoorbeeld? Dialect die houdt zich, het woord zegt het al, puur bezig ja. met het bewaren en... omschrijven van de dialectwoorden is, ja, we hadden vroeger in de rubriek, in de Dalse Krant, de rubriek Henk in de Zandbak. Ja. Nou, Henk was dus ook een van de mensen, actieve mensen van die werkgroep en die dus het dialectgebied probeert handen boven water te krijgen. Ja. Heel actief. Heel actief, mooi. Maar goed, mensen kunnen hier dus altijd op gezette ja. tijden binnenkomen. Wanneer is het centrum open? Van oorsprong is de woensdagmorgen de morgen dat wij voor het publiek open zijn, maar inmiddels is dat wel zo gegroeid dat ook bijna alle dagen wel... Bijna alle dagen kun je hier wel... Je hebt dus wel specialisten per werkgroep, hè? Dus komt ja. iemand voor een speciale foto en er zit er iemand van genealogie, dan heb je kans dat die zegt, nou kom, ga erin later. Kom, morgen. Maar omgekeerd komt ook voor. Ja. Lekker gemeen, dus wel. Ja, zoiets. Jan, als, we gaan naar het eind van het interview. Ja. Is er nou in Dalfsen een organisatie of een man of vrouw, even los van je eigen lieve familie, waarvan je zegt, nou die verdient wel eens een keer een pluim. Ik heb namelijk allemaal pluim op mijn hoed en die wil ik nog eens weggeven. Die wil je weggeven? Ja, dan heb ik daar denk ik wel iemand voor. Hoewel die, denk ik, hoewel eerder genoemd is. Als ik in dit gebouw ben, dan ontkom je niet aan Ab Goudbeek. Dus die wil ik ook graag noemen. Ja, waarom? Nou ja, Ab heeft natuurlijk wel iets betekend en betekent nog steeds iets voor de historische vereniging. Een van de medeoprichters. Mm-hmm. Heel betrokken, weet heel veel, onvoorstelbaar wat die man allemaal
Hij is jullie wandelende archiefkast. Een harde schijf heeft, ja. 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 Wordt ook dagelijks. Wordt dagelijks gebeld? Door heel Nederland wel gebeld. Dus ja, prachtig. Prachtig. Nou, de opgravingen is natuurlijk momenteel ook weer helemaal. Ja, de man heeft wel geluk wat hebben we. Ja. Altijd wat te doen. Ja, ja. Ik vind dit prachtige gebouw waar we nu zitten, dan wil ik eigenlijk ook Simon Pierdeman noemen, die als voorzitter van het stichtingsbestuur, denk ik, de kar getrokken heeft om dit mooie pand gerealiseerd te krijgen. Ja, ben je alleen? Ja. Maar ik denk wel dat hij Hij heeft echt aan de kar getrokken. Kar trekken was hij dat, ja. En is het een pand waar jullie ook tevreden mee bent? Wij zijn er wel tevreden mee. Want oorspronkelijk, ik heb wel eens van iemand gehoord die zei, ik zat liever in het centrum. Ja, dat is een bekende verhaal en dat was denk ik ook wel zo destijds. Maar goed, dat was niet haalbaar. Nee. Achteraf, en ik geloof ook dat het bestuur dat wel inmiddels kenbaar heeft gemaakt, dat we toch heel tevreden zijn met waar we nu zitten. Je hebt hier wel heel veel vierkante meters, hè? Veel meer vierkante meters. Je bent hier niet zo duur als in het centrum. Nee, en op de plek, het is natuurlijk niet in het centrum. Maar qua exposities zou je daar in het centrum wat meer kunnen doen. Ja. Maar we hebben wel, we merken gewoon dat mensen de bibliotheek, die lopen ook hier binnen. Ja. En dat was eerder in het Beatrixgebouw niet het geval. Nee. Er kwam een heel gericht voor foto's of wat ook. Ja. Nee, Hulde, mooi plek. Goed. Hulde is een mooi woord om dit gesprek mee af te sluiten, denk ik, Jan. Ik wil ook hulde brengen voor alle moeite die u getroost hebt, zowel als betaald ambtenaar van de gemeente voor de gemeenschap, maar zeker ook als onbetaald vrijwilliger in allerlei verenigingen. En ik hoop dat je er nog heel lang mee doorgaat. En ik hoop ook dat die foto's waar je hier boom op zit, bij wijze van spreken, en dat we die zo snel en zoveel mogelijk kunt ontsluiten. En je weet, TV Delsen wil er graag aan meehelden. Dus dat is natuurlijk prachtig als wij al die mooie foto's met al die mooie verhalen die erachter zitten openbaar en voor iedereen toegankelijk kunt maken. Dankjewel Jan, heel veel plezier nog samen hier in de historische kring met jullie grote vereniging, maar natuurlijk ook thuis met Tini. En met de kinderen in de. Dankjewel. Hartelijk dank. Graag gedaan. Oké.